Welkom bij deze allereerste aflevering van Alex Boxt. En vandaag box ik de SteelSeries controller, de Stratus XL. Dit is een controller die werkt met je Android telefoon en met je Windows computer. En als het goed is ook op de PlayStation en op de Xbox One. Maar die heb ik niet, dus helaas. Controllertje, 65 euro uit mijn hoofd. Het is een Bluetooth, batterijtjes erin. Super ding voor als je spelletjes wil spelen op de telefoon. En ik ga hem unboxen. Nou, zoals je ziet, het is een aardig mooie doos. Met de omschrijving aan de achterkant. Als je hem openmaakt, dan krijg je een heel mooi controller te zien aan de onderkant. Een doos is heel mooi. SteelSeries. Er zitten twee batterijtjes bij. Hier aan de kant. En dit is de controller. Heel mooi. SteelSeries erop. Twee knopjes aan de voorkant. De standaard layout. De twee joysticks aan de kant. Twee knoppen aan de voorkant. En hierboven. Drie knoppen. Hier zo. Wat die voor zijn, geen flauw idee. En natuurlijk de X, Y, B en A. Controller. Dit is de XL, zoals ik al zei. Het is een iets grotere controller. Hij is volledig nieuw. Ik heb hem vandaag binnengekregen. Hij ligt erg goed in de hand. Je kan hem ook gebruiken als een muis op je telefoon. Geweldig ding. Ik ga hem zo meteen testen in combinatie met mijn super cheap Android TV box. Kijk hoe spelletjes kunnen spelen. Maar we waren er aan het unboxen. En wat je verder nog vindt in deze doos is een Stratus XL handleiding. In 100.000 verschillende talen staat niks in, behalve hoe je hem moet connecten en wat alle lampjes betekenen, want er zitten er nogal op. Dat was hem voor nu. Dit is, zoals ik al zei, de Stratus XL controller. Geweldig ding voor als je spelletjes spelen. Op je telefoon of op de computer, maar niet het touchscreen wil aanraken. Zometeen, of een andere keer, als je daar zo klikt, dan krijg je de preview hoe die werkt in combinatie met mijn Android TV box. En dat was het weer voor vandaag. Later!